D5 TV, strak in de allermooiste trainingspak. Zoals altijd, prijs de heren, abonneren. Maak nog steeds geluid, want ik ben nog steeds een Arsenal fan met dikke huid. Zoals afgelopen week hebben wij het moeizaam gehad tegen FC Zurich. Moeizame wedstrijd natuurlijk, maar die moeten we zo snel mogelijk vergeten. Want er zijn sommige dingen waar ik het eigenlijk liever niet wil over hebben, maar dat maakt allemaal niet uit. Dingen zijn langzaam. Het gaat stroefjes. Ook al hebben we die wedstrijd 1-0 gewonnen, maar net aan. Er zijn zoveel dingen waar we nog aan moeten werken en Arteta moet aan werken natuurlijk. En het is gewoon duidelijk te zien dat er een grote klasseverschil is tussen de spelers die niet vaak spelen en de spelers die wel spelen. Je hebt liever dat je dan gewoon echt ook een sterke B-elftal hebt en ook een sterke A-elftal natuurlijk. Maar dat is eigenlijk nou natuurlijk voor, plannen voor volgend jaar. Ja, de grote wedstrijd gaat morgen beginnen. Ik weet niet hoe ik deze moet noemen. Is het nou de London Derby? Of is het Aubameyang versus Arteta? Blauw versus rood? Maakt niet uit. Beef is er gewoon in ieder geval. We hebben het allemaal al gezien op social media dat Arteta of dat Aubameyang een reclamespotje had gemaakt. En dat geeft nog die wedstrijd een beetje meer. Beetje meer saus, beetje meer smaak naar mijn gevoel. Maar ja, we spelen tegen Chelsea. In recente tijden hebben we van hun vaak gewonnen. Dus we hoeven ze niet te vrezen. Maar het kan altijd wel lastig zijn in zo'n uitwedstrijd. Dus we moeten ze niet onderschatten. We moeten niet te veel in die emoties. Maar toch is het wel zo dat je dan deze wedstrijd ingaat om te kijken naar wie speelt. En dat het ook echt een Arteta versus Aubameyang is. Voor de meeste mensen die afgelopen zomer de documentaire hebben gezien, natuurlijk ging het gewoon niet goed tussen Aubameyang en Arteta. Die twee zagen niet elkaar, mochten elkaar niet. Dus dat soort dingen heb je natuurlijk. Arteta is iemand die graag spelers wilt hebben die binnen de lijnen werkt. En je hebt spelers zoals Aubameyang die buiten de lijnen werkt. Je hebt iemand die classy is en je hebt iemand die swag heeft. Je hebt spelers die Q8 Audi's rijden en dan heb je Aubameyang die in een custom-made Lamborghini rijdt, weet je, dat soort dingen. Dus die verschil moet er zijn, weet je. Nu is hij weg. Hij ging weg in, weet je, een beetje mindere omstandigheden, omdat wij het ook niet slecht. Wij deden wel dit seizoen wel heel slecht, maar ja, we konden hem niet houden. Gaf ook geen reden om hem te houden, dus was heel erg jammer. Was heel erg jammer om dat te zien dat het gewoon niet werkte. Ze hadden wel besprekingen gehad tegen de tijd dat hij hier eigenlijk wel, dat hij met ons was, maar we hebben die beelden niet gezien. Dat wou ik eigenlijk wel in die documentaire zien, dat hij echt gewoon face-to-face met Arteta aan het praten was en wat er eigenlijk daadwerkelijk gezegd werd. Maar ja, we krijgen niet altijd de nitty-gritty en dat soort dingen te zien, dus we moesten het maar gewoon nemen van hoe het ook is. Dat Arteta heeft zijn zegje gedaan, Aubameyang heeft zijn zegje gedaan. En had het duidelijk gemaakt dat hij gewoon naar een andere club wilde en dat hij daar zijn plezier had. Hij was voor een korte tijd in Barcelona, alweer teruggekomen in een andere kleur, blauw natuurlijk. En hij gaat tegenover ons staan, als hij speelt tenminste. Het is niet iemand die elke keer in de basis staat, maar hij kan nog steeds gevaarlijk zijn. Dus we moeten echt oppassen, Maar ja, door hem heeft deze wedstrijd nog een extra smaakje. Er zit wel historie tussen, weet je, de London Derby van vroeger, Wenger, Mourinho, dat soort dingen. Maar nu is het even iets anders. Wij komen erin, nummer 1. Zij staan op nummer 6, 5, geloof ik, ergens daar zo. Ze doen het, we staan 10 punten voor, geloof ik. Ik weet niet, 11 of meer. Maar ja, het voelt ook goed om te zeggen dat wij gewoon voor zijn op hun. Dus wij kunnen deze wedstrijd gaan met volle vertrouwen. Volle vertrouwen kunnen we deze wedstrijd ingaan. En de mannen die het gaan doen voor mij, het is gewoon wel standaard. Aaron Ramsdale in het doel, daar heb ik geen problemen mee. De achterhoede blijft voor mij hetzelfde van vorige week natuurlijk. Ben White aan de rechterkant, rechtsback. Tot nu toe niks om te klagen. Hij doet het gewoon goed, hij doet het gewoon prima. Hij staat er, doet zijn ding natuurlijk. Helpt ook Saka, komt ook naar voren wanneer het nodig is, verdedigt ook mee wanneer het ook moet. Maar die balans is er en dat zie je ook terug, want hij is van nature ook gewoon een centrale verdediger. Dus hij kan ook gewoon stabiel staan en verdedigen. En hij heeft ook
voetballend vermogen om naar voren te komen. Dus het is een heel goed balans dat we die... Dat we hem in de achterhoede hebben. Nog geen voet verkeerd gezet. Dus ja, met alle vertrouwen, Ben White staat rechtsback. Daarnaast hebben in de centraal, met de centrale duo, heb ik natuurlijk de Royce op defense. William Saliba natuurlijk. Geen probleem, de jonge gast heeft het gewoon gedaan. Dit keer moet hij het nog een keer gaan proberen. Hij wordt steeds getest. Iedere week weer. Maakt zijn fouten hier en daar, maar staat nog steeds stabiel. Aan de bal is hij gewoon cool en dan is hij kalm. Dus daar heb ik gewoon geen problemen mee. Saliba staat daar zo. Naast hem, Gabriel Magalhães. De guy, de heethoofd. Volgens mij heb je ook een balans nodig voor iemand die rustig is aan de bal. En iemand die ook echt een heethoofd is. Dat is meestal die combinatie die je dan wilt hebben in voetbal als een centrale verdediger. Dus die balansen complementeren elkaar. Dus dan maakt de ene wel de ander beter en vice versa. Dus... Naast hem de linkspoot Gabriel Magalhães natuurlijk. Linksback is wel een interessante positie. Want we weten dat Zinchenko alweer terug is. Hij is weer fit. Maar even kijken. Ik weet niet of hij hem gelijk erin gaat zetten in deze wedstrijd. Ik denk... Het zou wel kunnen. Want Tomiyasu was geblesseerd afgegaan. Maar ja. Je weet hoe Arteta is. Die geeft niks weg. Die geeft nooit zijn kaarten weg. Die doet allemaal alles politiek correct. Dus ik denk dat hij toch gaat voor Kieran Tierney. Ja, Kieran Tierney. Heeft ook goed gespeeld. Was de enige speler die goed speelde afgelopen donderdag. Dus hij mag daar zo staan. Kieran Tierney linksback. In de middenveld heb ik natuurlijk de beste speler van de wereld. Granit Xhaka. Revival season. Hey, totaal andere speler. Hij is onmisbaar. Hij moet daar gewoon staan. Het gaan dirigeren. En ook naar voren gaan. En ook zijn goals gaan prikken. Want hij gaat het doen. Hij gaat heel erg belangrijk zijn natuurlijk voor ons. Op het middenveld. En want daar zo kan Chelsea nog gevaarlijk zijn. Eventueel. Naast hem de Ghanese man die je altijd fufu moet eten voor de wedstrijd. Zodat hij gewoon de 90 minuten lang die wedstrijd kan doorspelen. Thomas Partey natuurlijk. Heeft goals op zijn naam nu. Vindt zijn draai, vindt zijn vorm, blijft ook natuurlijk fit, blijft gezond. Dus hij kan iedere wedstrijd gewoon meekomen. En zolang hij nog blijft, zolang hij nog fit blijft, hebben we echt gewoon 70% kans dat we die wedstrijd winnen. Hij, wanneer hij op het middenveld is, de general. Hij doet zijn ding natuurlijk. Dus hij gaat op het middenveld staan voor mij. En voor Arteta ook natuurlijk. Op 10, Ødegaard. Wil meer van hem zien. Vind ik te weinig. 4 goals had er gewoon makkelijk al 7 of 6 of 8 kunnen hebben. Meer schieten, minder pasen. Als je kan schieten, schiet gewoon. Je gaat die kansen misschien niet vaak hebben, dus hij moet ze echt gewoon doen. Als hij die kansen dan hebt, raak het gewoon. Want er zit wel een schot in hem. Maar hij gebruikt die cirkelbutton gewoon niet. Dat is gewoon met Ødegaard. Maar ja. Dat zijn die kleine dingen waar hij kan verbeteren. Hij is nog jong, hij kan nog verbeteren. Dus hij zal dan op 10 staan. Als captain natuurlijk. En aan de flank heb ik gewoon de Young Boys. Aan de linkerkant heb ik Gabriel Martinelli. Gaat dan aan de linkerkant staan voor mij. Doet het tot nu toe goed. Heeft zijn goals nu meegeprikt. Gaat ook de lijn doortrekken. Heeft nu variatie in zijn spel. Gaat niet ook 100% erin, maar... Hij heeft zijn momenten dat hij dan een mannetje kan passeren. Dus gaat het heel lastig maken voor de Chelsea-verdediging. Dat weet ik 100% zeker. Had hij het ook in de vorige seizoen gedaan en die seizoen daarvoor ook. Was hij gewoon heel gevaarlijk bezig. Dus Gabriel Martinelli gaat daar voor mij staan. Aan de linkerkant. Aan de rechterkant hebben we de Starboy, Youngboy, Haaland's, our very own Starboy, Saka, Bukayo. Je weet zelf. Hij gaat daar staan. The main man himself. Van hem verwacht ik gewoon wat hij altijd gewoon aan het doen is. Dus hij is gewoon onmisbaar, hij is zo belangrijk voor ons geweest. Ook al prikt hij geen goals, krijgt een assist mee, dus hij is belangrijk in die aanval. Dus ik heb volle vertrouwen in dat hij deze wedstrijd de ster uit de hemel gaat spelen. Ik weet niet, ik heb echt zo'n gevoel dat we deze wedstrijd gewoon gaan winnen, maar dat komt later. En dan op trap hebben we de man die helaas 8 wedstrijden niet gescoord heeft, maar... Heeft wel alle 8 wedstrijden heeft wel te maken geweest. Was wel cruciaal geweest. En hij pikt zijn momenten. Dat is echt de enige ding. Wat kies je nou als spits? Dat je dan je team meehelpt. Of dat je eigenlijk ook goals scoort. Ik heb liever dat je die spits bent die goals scoort. Maakt niet uit of die wedstrijd. Ja, maakt niet uit als we minder spelen. Maar als jij die goals scoort om die wedstrijd dan te winnen.
En dat is prima. Maar tot nu toe doet hij het goed. Onmisbaar dus. Want ja, de alternatieven hebben we eigenlijk niet. Dus Gabriel Jesus gaat daar als spits voor mij staan. Ook een mooi moment voor hem om zichzelf te bewijzen. Als hij nu wel weer gaat prikken, dat zou echt zoveel goed doen voor zijn zelfvertrouwen. En dan kan hij ook de WK ook makkelijk ingaan. En als hij gekozen wordt tenminste. Dus hij gaat zijn ding daar zo doen. Ja, dus dat is de basis 11 die ik heb natuurlijk. Wat zeggen jullie? Wat anders? Zou je het anders doen? Ik weet niet wat er gaat gebeuren die dag. Eén ding weet ik wel zeker. Ik heb volle vertrouwen in mijn team. En ik voorspel dat wij echt gewoon 0-3 gaan winnen daar. Maakt niet uit, 0-3 uit. We gaan gewoon een statement laten zien van hey, wij zijn er, wij willen gewoon bovenaan. Dus als we deze wedstrijd winnen en de volgende wedstrijd voor de WK en we staan nog steeds bovenaan. Hey, we doen goede zaken. We kunnen volgend jaar dan kijken wat we dan verder gaan doen. We hebben volgens mij nog een League Cup wedstrijd daartussenin, maar dat maakt allemaal niet uit. Als we deze laatste twee wedstrijden gewoon echt 6 punten kunnen halen, ik zou zeggen, waarom kunnen we dat niet? We can do this. We can definitely do this. Dus ja. Wat denken jullie? Zou je het anders doen? Formatie anders, maar het is gewoon standaard hoe Arteta het altijd wil spelen. Dus geen verrassingen daar. We staan nog steeds bovenaan. We maken veel geluid. Arsenal fan met de dikke huid. Ja, zoals altijd, abonneren, prijs de heren. Ja, D5 TV strak in de allermooiste trainingspak. 3 punten zijn belangrijk. Alba versus Arteta. 3 points on the board is only gonna get better. Cheers.